ik dat klaar heb, dan gaan we verder met hoe je sla in treetjes kunt zaaien. En dan hoor ik je al denken van, maar Ronald, waarom geef je hier nou wel in de potjes water van bovenaf na het zaaien en in de grond waar we net de spinazie gezaaid hebben, daar niet? Dan is het belangrijk dat je er net eventjes aan beide kanten overgaat, zodat je ook de zijkanten van de bak goed vochtig hebt. Hey allemaal, en superleuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Ronald en ik neem je zoals elke week weer mee op de moestuin, waar ik je alle tips en tricks leer om ook jouw moestuin tot een succes te maken. En deze week gaan we het hebben over zaaien. Want ik heb een beetje werk verricht hier al, zonder de camera erbij. En ik heb hier achter me een heleboel soorten liggen die we allemaal gaan zaaien. Ja, daar komt toch altijd een en ander bij kijken. Maar er zijn een paar vuistregels waardoor je alle soorten gewoon helemaal goed kunt zaaien. En dat je eigenlijk alle andere poespas kunt vergeten. Dan zal ik als eerst even laten zien wat ik allemaal heb gedaan. Ik heb een beetje ruimte gemaakt en ik heb de zaaibedden klaargemaakt. Waar de tunnelkast vorige week nog een beetje een rommeltje was, heb ik alles opgeruimd. Ik ben hier flink bezig geweest met de vaste planten. En ik zal even een rondje laten zien. Ik heb hier alles vrijgemaakt voor de vaste planten. En ik heb hier mijn rommelhoekje een beetje weggehaald. En deze plek, daar heb ik compost over gedaan. 6 kruiwagens heb ik hierop gemaakt. En ik heb dat erdoor verwerkt, ik heb het omgespit en ik heb alvast eventjes de stokken erin gezet voor de tomatenplanten. En nou de grond mooi los is, is het eigenlijk tijd om te gaan zaaien. Ik heb er expres nog geen mest over gedaan. Compost zit niet heel veel voeding in, dat is eigenlijk meer voor de humus van de grond. Er zit wel een beetje voeding in natuurlijk, maar het is niet vervanging voor mest. Maar als ik er nou direct mest over zou doen, ja, dan zou je dus krijgen dat als het zaad uitkomt, komt een klein worteltje aan, komt aan die mest en dan verbrandt het direct. Dus dan komt het op en dan zie je dus eigenlijk dat het gewoon direct aan het verwelken is. Dus dat heb ik niet gedaan. Ik heb hier een mooi zaaibed van gemaakt en daar gaan we zo meteen wat zaaien in de volle grond. De rest gaan we in bakken doen, een heleboel kruiden en alles. Ik zal eventjes de zaden laten zien wat ik allemaal vandaag in de planning heb. Ik heb hier Echinacea purpurea, dat is de roze zonnehoed. Ik had deze zaden gekregen. Ik ben normaal niet zo heel erg fan van om het in plastic te doen. Het is toch levend materiaal, maar het zakje heeft dus de hele tijd opengestaan. Ik heb hier nog spinazie liggen. De houdbaarheidsdatum is tot 2017, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat nog opkomt. Voor de rest heb ik hier ijsbergsla, artisjok, gipskruid, portulaca, een hele mooie zomerbloeier, wintertijm, salie, prei is ook al de hoogste tijd, lava's of magiekruid, nog meer spinazie, engelsgras, edelweiss. En als je deze bloemen niet kent, deze zien er zo mooi uit, ze zijn net alsof het nepbloemen zijn, wildemanskruid, agastache of de dropland, die ruikt ook zo lekker, ruikt echt naar drop, hoornbloem. Dat is een hele mooie witte kleed over de grond. Ik heb hier nog meer tijm. Alsem, die wil ik in potten gaan zaaien. Want je kunt ze gebruiken om een beetje te gaan hallucineren en zo. Dat ga ik er niet mee doen. Ik wil ze eigenlijk als natuurlijke bestrijdingsmiddel gaan gebruiken. Maar dan moet ik even kijken, want deze zaden die zijn ook al tot 2018. En ik weet niet hoe de kiemkracht hiervan is. IJskruid, dat is, heb ik ooit eens een keer van iemand gehoord om het te gebruiken als zoutvervanger. Nou, dat is natuurlijk altijd goed. En nog een zakje Maggi. Dus dat is wat ik vandaag allemaal in de planning heb. Ik hoop dat ik overal aan toe kom. Dus we gaan goed beginnen. Ik ga eerst eventjes de spinazie in de tunnelkast doen. We zijn in de tunnelkast en ik heb al het een en ander een beetje voorbereid. Ik heb de pootlijn klaargelegd. En ik bedoel niet mezelf. Alhoewel, deze poot mag ook wel aan de lijn. Maar ik bedoel de pootlijn. Zodat je rechte lijnen kunt maken. En dan kun je mooi langs deze lijn zaaien. En dan weet je in ieder geval altijd dat je banen recht zijn. Ik heb de spinazie hier klaarstaan. En dan ga ik gewoon hier op de lijn zaaien. Ik zal het zo even inzoomen. Maar ik zaai het dus een beetje breder. Want het wordt natuurlijk ook een hele dikke bos. En dan kun je het er makkelijker uitsnijden. Het moet wel ruimte hebben om te gaan groeien. Nou, ik zaai het ook wat dikker. Omdat het zaad is van 2017. En ik weet niet helemaal of het nog helemaal opkomt. Maar ik kan natuurlijk net zo goed nu eventjes in de grond doen om te testen. Ik ga wel deze andere er nog bij zaaien. Dus dan weet ik in ieder geval zeker dat er iets komt te staan. En ben ik heel benieuwd wanneer het opkomt. De vuistregel voor het zaaien, die zal ik nog wel vaker gaan herhalen in deze video. En dat is dat je het zaadje zo diep zaait als dat het zaadje dik is. Dan weet je altijd dat je het op de juiste diepte zaait. Een heel fijn zaadje, ja, die heeft natuurlijk minder kracht in zich om naar boven te komen. En een dikke zaadje, dat wordt ook meestal een wat grover plantje. En die kan dan rustig een beetje dieper ook.
spinaziezaad, dat is eigenlijk best een grof zaad. Dus ja, die mag ook best wel wat dieper onder de grond. Ja, het is nog steeds niet zo heel erg diep, want het is, wat zal het zijn? 3 mm dik. Dus dan doe je het ook 3 mm onder de grond. Nou heb ik hier rondzaad en heb spinaziezaad in twee verschillende soorten. Je hebt deze, dat is rondzaad, en je hebt scherpzaad. Scherpzaad, daar komt een plant uit die groeit wat sneller. En die is dan ook voornamelijk bedoeld voor in het voorjaar zaaien. En als je scherpzaad in de zomermaanden zaait, heb je heel snel kans, omdat ze zo snel groeien, dat ze dan heel snel in het zaad schieten. Dit is rondzaad, die groeit wat traker. Die is eigenlijk meer geschikt voor de zomer. Maar ja, ik zaai hem nu hier in de tunnelkas, omdat het echt in de tunnelkas wel al behoorlijk warm kan worden straks. Als het zonnetje hierop schijnt, dan is die zomer 20 graden. Dus ik ga hier gewoon voor het rondzaad. Ik maak altijd eerst even een beetje een brede geul, waar het zaad erin kan. En die wordt ongeveer zo breed als dat mijn hand is. Omdat je spinazie wat breder zaait, zodat het ook een goede dikke bos kan worden. En kun je er natuurlijk meer van snijden. Dus ik maak langs de lijn eventjes een geul. Je kunt hier aan deze grond zien dat het heel donker is. En dat wil zeggen dat het gewoon vochtig is. En heb je nou hele droge grond, dan giet je nog even water in deze geul. En laat je dat zakken. En dan ga je verder met de volgende stap. Zoals je ziet is mijn grond heel vochtig. Ik weet dat gewoon, omdat ik natuurlijk vaak op deze grond werk en in de wintermaanden wil dit nog wel eens een beetje volstromen met water. Dus ja, dan blijft er altijd wel veel vocht in zitten. En dan zaai je de spinazie eigenlijk zo breed erin. Het mag wel wat dunner als dat ik het doe, maar ja, dit zaad is van 2017. Dus ik weet niet hoe het opkomt. Dus ik zaai er gewoon behoorlijk wat in. Maar dan pak ik deze en deze is ook houdbaar tot 2017. Ja, dus die doe ik er eigenlijk gewoon met tussendoor, denk ik. Waarom je het water van tevoren geeft, is dat als je nou water zou geven, zou het zaad alle kanten op gaan en dan heb je het niet meer zo mooi verdeeld als dat je het nu hebt. Wat je nou eigenlijk nog moet doen, is het toedekken. Nou, zoals ik al zei, het zaadje moet zo diep als dat het zaadje dik is. Dus hij hoeft niet zo heel erg diep onder de grond. Dus je kunt gewoon het zand er een beetje overheen doen. Heel voorzichtig en los. En nu heb je het erin zitten. En dan is het belangrijk dat je er nu geen water meer overheen doet. Grond wat er nu op ligt, dat is hartstikke mooi los. Het water wat er onderin zit, daar hebben ze meer dan genoeg aan om te ontkiemen. En om eerst eens te gaan groeien. Dus niks meer aan doen. Want als je er dan water bovenop doet, wordt er één dikke plak. Ja, en dan komt het zaad moeilijker weer doorheen. Dat heeft het natuurlijk al moeilijk, omdat het al oud zaad is. Maar ook al zou het nieuw zaad zijn, zou het nog steeds de moeite hebben om dat door te drukken. Dus daarom is het belangrijk dat je niet na die tijd al water gaat geven. Maar dat je dat allemaal voor die tijd doet. En dat de mooie losse grond bovenop komt. Nou, de spinazie die zit erin. Nu gaan we eventjes naar de kas. En dan gaan we verder, want de rest gaan we zaaien in trays en bakken. Ik heb het hier allemaal al een beetje gesorteerd op soort. En als het op soort ligt, kan ik voor mezelf heb ik een beetje meer overzicht dat de kruiden allemaal bij elkaar komen en dat de vaste planten allemaal bij elkaar komen. Maar in mijn ervaring maakt het in principe niet zo heel veel uit wat je dan bij elkaar inzaait. Ik zaai ze in deze grote bakken. Wel even opletten dat er dus allemaal gaten onderin zitten, dat het water wel weg kan. Maar het is natuurlijk ook altijd een heel goed excuus om te zeggen van jongens, we moeten naar de Chinees, want ik ben bakjes nodig. Die spaar ik ook altijd allemaal op. Maar voor hier in de kast vind ik het altijd makkelijker om het in grotere bakken te zaaien. Als je dat dan water geeft, blijft het langer vochtig. Omdat ik hier ook niet elke dag ben. En die kleine bakjes, ja, daar moet je ook veel meer bij met water. Dus dat doe ik dan meer als ik bij huis ben. En ik ga bijvoorbeeld de tomaten, de paprika zaaien. Dan heb ik een beetje meer controle erover. En dan kun je er even een beetje vaker naar kijken. Maar in de kast ben ik maar 2 dagen in de week. En mocht het dan in één keer heel warm worden, dan moet het natuurlijk niet zo zijn dat die kleine zaadjes allemaal gaan verdrogen. Daarom kies ik liever voor grote bakken dan voor kleine bakken. Zoals je daarachter ziet staan, heb ik al een heleboel potgrond staan. En ik gebruik deze potgrond van Florentus Universeel. Er zit hele mooie humus zit erin en dat houdt gewoon ook goed de vocht vast. Je kunt ook goedkopere krijgen. Ik weet niet of ik die namen mag noemen van de winkels. Maar jullie weten vast allemaal wel over welke goedkope supermarkt ik het heb. Daar kun je ook potgrond halen en dat is vaak heel erg goedkoop. Maar ja, er zit ook niet heel veel humus in. En die humus is juist belangrijk om op goed de vocht vast te houden. Wat je wel kan doen, ik heb bij de gemeente stort, kun je compost halen. Nou, dat heb ik wel gedaan. Ik heb echt karrevol al opgehaald, want ik heb ook alles buiten in de bakken gedaan. Je kunt dat een beetje gaan mengen.
dan ben je compost waar weinig voeding in zit. Dat kun je trouwens meten met deze vertometer. Maar als er te veel voeding in je zaaigrond zit, dan heb je al heel snel kans dat dat kleine plantje gaat verbranden. En dus het worteltje komt eruit, het zaadje komt met zijn wortel aan dat mest. En dat is veel te scherp en dan krijg je verbranding van de plant. En dan gaat het verwelken en dood. Daarom geef ik ook nooit mest bij het zaaien, maar na het zaaien als de plantjes juist een beetje mooi erboven staan. Nou, je kunt ook aparte zaai- en stekgrond kopen, maar eigenlijk, naar mijn mening, is dat een beetje onzin. Voor sommige soorten ben je het wel nodig, als je bijvoorbeeld cactus of zo gaat zaaien. Maar eigenlijk alles wat je in de moestuin zaait of buiten voor de bloemen zaait, kan allemaal gewoon lekker in normale potgrond of eventueel gemengd met een beetje compost. En ben je er niet helemaal zeker van, schaf je zo'n vertometer aan, die steek je er gewoon in. Kun je aan de lampjes precies zien of het genoeg mest heeft, ook als je mest bijgeeft. Want in de zomer zit ik heel vaak toch een beetje te klooien met die potjes. De ene plant gebruikt meer mest dan de andere plant. En dus steek je deze erin en dan kun je precies zien hoeveel mest de plant nog heeft. En of je eventueel een beetje moet bijmesten. Maar voor de zaderij, helemaal niet nodig. Helemaal geen dure zaai- en stekgrond kopen. Ik heb voor 20 euro een hele kar vol met compost. Nou, dat mix ik dan met zo'n zakje grond. En de grond is dan wel wat duurder, maar zo maak je het weer een stuk goedkoper. Nou, en dan komt het helemaal in orde en heb je eigenlijk hele mooie zaaigrond. Ik ga hier even de grond mengen en dan ga ik de bak even volmaken. En dan ga ik beginnen met zaaien in de bak. Ik heb de gemengde aarde heb ik erin gedaan. Het is ongeveer 50-50 gemengd. En ik heb het een beetje aangestampt zodat het allemaal recht is en dat het water niet alle kanten afgaat. En dan is het tijd om te zaaien. En dan komt die vuistregel weer om de hoek kijken. Het zaadje gaat zo diep als dat het zaadje dik is. Nou, tijm is heel erg fijn zaad. Dus dat hoeft eigenlijk nog maar net onder de grond te zitten. En als je dit aanhoudt, ja, dan komt het altijd goed. Ook met licht- en donkerkiemers. Want heel zaad wat heel dun is en wat dus eigenlijk helemaal niet diep in de grond moet, is vaak ook zaad wat licht nodig heeft om te kiemen. Dus eigenlijk hoef ik daar dan zo nooit op te letten. Nou, ik ga het gewoon verspreiden. En dan zie je het eigenlijk al helemaal niet meer. Een zakje van 2020 is dat. De datum wat eigenlijk op de zaden staat. Ja, ik let er nooit zo heel erg op. Altijd bij een zaadhandel gewerkt. En ik weet dat het zaad vaak heel, heel lang goed blijft. Veel langer dan dat er op het zakje staat. En dan komt er een heel klein beetje aarde weer overheen. De zakjes, die steek ik er altijd eventjes weer bij in. Zodat ik weet wat ik gezaaid heb. En ik ga er later ook eventjes etiketten van schrijven. Dan zet je het buiten neer. Ja, dan gaan ze natuurlijk kapot. Deze, die zet ik achter mij op de tafel neer. Van de grond, waarvan des te hoger dat ze staan, des te warmer is het natuurlijk ook. En dan ga ik er zo nog eventjes met een gietertje overheen om ze toch een beetje water te geven. Dat zijn ze wel nodig om te activeren. Als ze in bakjes gezaaid worden, ja, die grond is natuurlijk nooit helemaal vochtig. Of je moet het nog laten voortrekken, wat ik ook wel eens bij de basilicum doe. Dan zet ik het even in een bak water en dan doe ik daar later weer droge grond overheen. Maar deze soorten die gaan allemaal gewoon eigenlijk met een beetje water nog eroverheen. Hoeft helemaal niet zo heel veel te zijn. En dan gaat het helemaal vanzelf goed komen. Hoef je er voor de rest niks meer aan te doen. Ik ga die andere eventjes allemaal ook in van die bakken zaaien. Als ik dat klaar heb, dan gaan we verder met hoe je sla in treetjes kunt zaaien. Voor jullie is het heel snel gegaan, maar ik ben al een hele poos hier bezig in de kas om te zaaien. Ik zal het zo even laten zien bij het watergeven. Maar eerst gaan we verder met sla zaaien in de trays. Zoals je misschien wel vaker gezien hebt, ik zaai altijd in trays. Ik vind het super makkelijk. Je kunt die plantjes er zo uit poppen en gewoon overpoten. En dan heb je ze eigenlijk net als dat je ze in de winkel koopt. Ik zal even de camera bijdraaien zodat je precies kunt zien wat ik allemaal ga doen. Ik heb de tray gevuld met gewoon dezelfde mengsel van potgrond en compost die ik net ook gebruikt heb. En ik heb het een beetje aangedrukt. Gewoon heel lichtelijk met de vinger. Eventjes in het midden. Dat je eigenlijk een kuiltje erin krijgt. Want de bedoeling is dat ik hier de plantjes in ga zaaien. Maar dat ik ze daarna niet meer hoef te verspenen. Ik ga hier een ijsbergslaaier zaaien. Of ijssla is het eigenlijk. Ik weet niet, zeg jij ijsbergsla of zeg je ijssla? Ik zeg altijd ijsbergsla. En slazaad, er zit eigenlijk altijd heel veel in die pakjes. En het is heel fijn. Dan is het de bedoeling dat je eventjes één zaadje of twee, want
sommige die komen ook niet op, maar dat je eigenlijk probeert om één zaadje in één gaatje te doen. Maar nou, zoals ik al zei, het is niet erg als er een keer twee invallen, want er blijft ook wel eens een keer wat weg. En dan kun je ze alsnog eventjes weer overpoten met een potlood, wup je ze er zo uit. En anders dan trek je hem erbij weg. Eén zo'n klein potje is eigenlijk net groot genoeg om één plantje in groot te laten worden. Dus als je er twee in laat staan, ja, dan krijg je eigenlijk twee plantjes van niks. En dat wil je natuurlijk ook niet. Het voordeel hiervan is ook dat er straks, als het dichtgroeit, dat je eigenlijk geen onkruid ertussen krijgt. Je kunt het makkelijk eventjes op een kistje zetten met wat potgrond. En dan kan die altijd goed water van onder drinken. Je krijgt gewoon een heel mooi plantje met een goed wortelgestel die je zo kunt overpoten. En je kunt ze dan gewoon ook na elkaar poten. Want als je straks natuurlijk even een weekje na elkaar poot, dan heb je niet alle sla in één keer klaar. Tenminste, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik baal er eigenlijk altijd ontzettend van dat eigenlijk de spullen die je niet goed kunt bewaren, dat je er eigenlijk altijd veel te veel in één keer van hebt. Nou heb ik wel een manier waarop je sla wel kunt bewaren. Ik zal eventjes kijken of ik daar een video van heb. En volgens mij wel. En die zal ik hier eventjes linken. Hierboven en hieronder. Nou, ik denk dat hier wel 1000 krappen in zitten. En die ben ik van het jaar niet eens allemaal nodig. Dus deze die gaat weer weg. En dan pak je een heel klein beetje aarde. En je dekt alles mooi af. Weer zo diep als dat het zaadje dik is. Dus het hoeft helemaal niet diep. Want slazaad, ja, dat is eigenlijk ook maar heel dun. En zo zie je dat die stelregel altijd klopt. Ik zet hier nog even een kaartje in. Dan zet ik het bij de rest. En dan heb ik in ieder geval heel veel sla. Nou, komt deze poot toch aan de lijn. Maar ja, ik vind ijsbergsla altijd heel erg lekker. En lekker knapper naar de eigen tuin. Is het helemaal heerlijk. Ja, we gaan nu door naar de volgende stap. En dat is het water geven. Alles wat ik heb gezaaid, heb ik hier op hoogte weggezet. Want aan de grond is het koud. Des te hoger dat je komt, des te warmer is het. Dus op deze hoogte krijgen ze het nooit te koud om eigenlijk te ontkiemen. Het is natuurlijk in de kast, dus het is sowieso een beetje warmer. Ik heb nog wat extra's hier op de tafel gezet, want ik kon het hier achter niet allemaal kwijt. Maar we gaan het eerst even hebben over het water geven. Nou heb ik even een emmer water opgehaald. En meer dan een emmer weer echt niet nodig. Ik denk dat het zelfs nog wel te veel is. Ik gebruik hiervoor mijn gietertje met mijn fijne sproeikop. En dan maak je ze een beetje vochtig. Dan is het belangrijk dat je er net eventjes aan beide kanten overgaat. Zodat je ook de zijkanten van de bak goed vochtig hebt. Want daar ligt natuurlijk ook zaad. Maar ja, als je alleen het midden water geeft, dan komt daar natuurlijk niks op. En dan hoor ik je al denken van, maar Ronald, waarom geef je hier nou wel in de potjes water van bovenaf na het zaaien en in de grond waar we net de spinazie gezaaid hebben, daar niet. Nou, heel simpel. Potgrond en dat compost, er zit gewoon heel veel humus in. Laat het water mooi door en dan wordt het geen dikke laag. In de tuin, gewoon in de aarde zeg maar, daar heb je weinig humus zitten over het algemeen. Als je een tuin hebt met heel veel humus dat de grond altijd mooi los blijft, ja, dan kun je dat natuurlijk wel doen. Maar de meeste tuinen hebben niet heel veel humus in de grond. Dus dat wordt dan één dikke plak en dat kan het zaad er niet doorkomen. De potgrond, daar zit dus veel humus in en laat het water mooi door en het wordt niet zo harde plak. Je kunt het wel mooi testen en dan pak je maar eens een bloempot, doe je aarde in van de tuin en je pakt een bloempot, daar doe je potgrond in. Ga je dat gewoon water geven en dan moet je eens na een poosje kijken van hoe dat er eigenlijk uitziet. Ja, dan is die ene van de aarde, gewoon uit de tuin, is één dikke harde klont geworden. En het potgrond, dat blijft altijd mooi los. Daarom gebruiken we het in huis ook altijd potgrond. En is het niet handig om aarde te pakken vanuit de tuin. En om dat dan in je potten te gaan gebruiken. Ik wil niet natuurlijk zeggen dat het bij elke tuin hetzelfde is. Maar over het algemeen is dat wel hoe de stand van zaken is in de tuin. Ik ga hier even de boel opruimen. Maar als je nog vragen hebt over het zaaien, laat ze dan vooral eventjes achter in de reacties. Probeer ik alles te beantwoorden. En dan hoop ik dat je in ieder geval een goede start kan maken in het nieuwe moestuinjaar. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En het begint ook echt weer te kriebelen. Ik hoop dat het bij jou ook zo is. En dan zie ik je vast weer in de volgende video. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan eventjes. Klik hierboven om te abonneren. Klik hiernaast voor nog meer leuke video's. En geef natuurlijk even een duimpje omhoog. En dan zie ik je de volgende keer weer terug bij een hele nieuwe video. Doeg!